En voor die heerlijke pastijtjes begin ik met de kipfilet. Die gaat in kleine blokjes. En die gaar ik heel zachtjes in de boter. Dan blijft ze lekker mals. Niet laten kleuren. Alleen een beetje peper. En op laag vuur een minuut of 10. Ondertussen snijd ik de champignons in kleine stukjes. En de kip is inmiddels gaar. Die haal ik uit de pan en die zet ik even apart. De paddenstoelen bak ik ook in een klein beetje boter. Half hoog vuur, flink peper, een beetje zout. En als ze goed geslonken zijn, zet je die ook even apart. En dan begin ik aan de saus. Boter smelten voor de roux, bloem erbij. Goed roeren met een houten lepel tot alle klontjes eruit zijn. En dan begin je met de bouillon. Met de garde flink kloppen en bouillon toevoegen tot je de juiste dikte hebt. En dat moet natuurlijk een hele goede, smaakvolle bouillon zijn. De saus moet nu garen, een minuut of 20, heel laag vuur. En af en toe even goed roeren met een houten lepel, vooral over de bodem. Zodra de saus gaar is, de kip en de paddenstoelen erbij. Een flink scheut room. En een handje fijn gesneden peterselie. En proeven natuurlijk. Op smaak brengen met flink peper, zout en een beetje citroensap. En de ragout is klaar. Ik heb een pastijbakje van de banketbakker. Erg lekker. Die hoeft alleen maar even in de oven. Een paar minuutjes. En dan is die lekker warm en knapperig. En die schep ik goed vol met die lekkere ragout. Deksel erop. En je hebt een echt koninginnenpasteitje.